de huidige staat van deze woning? Slecht. Slecht? Ja, slecht. Oké. Dus het is eigenlijk wel een oude woning. Ja. Een oude, ja. Een echt oude woning. Dat moest eigenlijk eens goed in gerenoveerd worden. Ja. En als winters, dan komt van onder de vloer, komt echt de kou. Want ik voel als ik zit meestal daar. En dan heb ik mijn voeten echt helemaal koud. Dan heb ik sokken aan en schoenen aan. En je merkt het echt. En ik heb al overal in de deuren plakband geplakt. En het komt van onderuit. Onderuit komt het, ja. Dus de huidige huizen die zijn aan een renovatie toe, begrijp ik. Ja, ik vind van wel. Ja. Ja. Want we hebben wel dubbele beglazing, maar vanaf 1986. Verder geen muurisolatie, helemaal niks. Dus dat moet allemaal nog gebeuren. Ja. En verder alles wat erin zit, ja, dat is oud. Ja. Nou, ik kijk even naar de auto. Ja, kun je er iets over vertellen? Ja. Tochtig, vochtig. Precies. Nee, ik woon hier 15 jaar en ja. Ik hoor alles. Als de buurman een scheet laat, dan hoor ik het. Ja. Dus. Wat moet er gebeuren? Eigenlijk toch vrijmaken. Ja. Dat zou dan gebeuren moeten. Ja, de keuken wat groter. Groter, een douche groter maken. Ja. Wij hebben een belangrijke mededeling voor u. Wij vinden dat iedereen een comfortabel, betaalbaar en veilig huis verdient. Dat geldt ook voor u. Uw huis komt daarom in aanmerking voor een bijzondere opknapbeurt. Profiteer nu van deze unieke kans. Als uw huurwoning al iets ouder is, kan het vochtig, tochtig en in de winter koud zijn, met een hoge energierekening als gevolg. Terwijl u gewoon in uw eigen huis blijft wonen, knappen wij uw huis in korte tijd op. Wij verbouwen op een slimme manier. Wij isoleren uw huis en zorgen ervoor dat uw huis zelf energie opwekt. Wij brengen zuinige installaties en isolerend glas aan en als dat nodig is vernieuwen wij uw badkamer, keuken en toilet. Zo heeft uw huis een modern uiterlijk, is warm en veilig en wekt zelf energie op. Helemaal te gek. Ik ben super enthousiast. Ja? Ja, dat ben ik al vanaf dag 1. Had u al wel eens eerder zo'n woning gezien? Nee. Nee. Op internet had ik het wel gezien, maar ik had niet verwacht dat het zo mooi zou worden. Huh? Dus. Ja, volgens mij is dit dat extra geïsoleerd is of zo, zo'n buitenlaag. Ja. Heb ik toevallig gisteren op tv gezien. Ja, wat ik inderdaad ook vind, en dat vind je inderdaad, zie je gelijk bij deze. Ik vind de huis aan de buitenkant saai en ongezellig. En ik vind het altijd jammer dat je aan het soort huizen kan zien, nou ja, dat het gewoon lager budget is. Dat vind ik altijd jammer. Ik bedoel, het is al een type mensen die er wonen vaak. Dus dan straalt dit wel wat chiquers uit. Ja, zou je zelf zoiets zien zitten? Ja, absoluut. Want je hele huis ziet er gelijk anders uit. Ja. Dus dat, ja, zeker weten. Ik vind dat een mooi iets. Goed initiatief. Is reactie? Ik vind alles prachtig, vooral deze. Ja, ja, klopt. Ja, met wit. Hè. Ik hou heel veel van wit. Dus ja, ik zou zeker weten meewerken. Ja. Oh, dit is wel echt super nice. Dit is echt super nice. Had ik het inderdaad aan het ook zeiden van ja, en wat kost het u? Niks meer. Denk nee. Oh, nou, oké. Okay. Nee, ze zeggen dat er geen huursverhoging bij zit. Nee. Ja. Ik zeg, het zal de huurkosten wel omhoog gaan. Nee, absoluut niet. Want ze zeggen dat het bij kosten neutraal is. Dat dit niks extra's kost. Zo'n renovatie. Ja, is toch chill. Had u wel eens zo'n woning gezien? Nee, nog nooit. Nee. Ziet het bijzonder uit? Nou, bijzonder. Nee, kan ik niet vinden. Van binnen niet? Nee, van binnen niet. Nee. Van buiten wel. Uiterlijk is gewoon heel mooi. Ik vind het er mooi uitzien. Dat is gewoon echt toppie. Ja. Ja.
zijn nu wel. Ja, wat dat betreft drie dubbel glas ja, en zo. Ja, dat is heerlijk. Ja. Ja, jij bent bijna altijd thuis, dus ja. Als je niet meer hoeft te stoken, scheelt het dan ook. Ja. Ja, ik vind het een mooi huis om te zien. Ja? Ja, de deuren en zo en het concept voor zuinig wonen, zeg maar, dat vind ik wel top. Maar er zitten ook een aantal dingen in dat huis waarvan ik denk, nee, voor mij hoeft dat niet. Nou, ze hebben bijvoorbeeld de douche en de wc hebben ze glazen wanden gemaakt. En dat denk ik, nee, dat hoeft voor mij niet. Maar goed, ik heb wel begrepen dat wat je niet wil, doen ze niet. Maar ook het koken op elektrisch. Daar ben ik niet zo bedreven in. Waar zou je meest tegenop zien? Tegen mijn gastoestel en alles. Daar ziet ze tegenover. Ja. Oh, dat vind ik verschrikking, want ik heb een heel groot gas van 6 pits met oven en alles eraan. Hebben we pas nog nieuw gekocht. En die moet dan weg. En dan heb ik daar een hele plek waar ja, dan die kookvoorziening op moet komen. En dat zie ik zo niet zitten. En ja, je oven, dat wordt dan ook elektrisch, maar dat moet je zelf betalen natuurlijk. Ja. Maar ja, hallo. Ja, een prachtig mooie keuken. Ja, dat vind ik niet erg. Nee. Wel positief, hoor. Niet echt negatief, maar... Ja. Pak heel positief de buitenkant. De buitenkant ziet er perfect uit. Het verschil zit van die en deze. Ik vind het wel mooi. Ja, daar hoef je eigenlijk niet meer te zeggen. Ja, dat is schitterend huis is dat. Echt maar, dat is perfect. U zou wel willen wonen in zijn huis? Ja, direct. Ja. Ja, ik ben dan best wel positief. Daarom hebben we er ook wel wat voor over dat er hier iets weg moet. Oké, ja. Begrijp je? Ja. Nee, ik vind dit perfect. Dit is hartstikke mooi. Hé? Het zijn net nieuwe huizen. Maar... Ja, alleen de romslomp eromheen, de troep die je ervan krijgt. Dat hoeft ook. Nee, dat, maar dat vindt niemand leuk. Het is toch een pak in je huisje, hè? Alleen die grijze kast wat er aan zit, nou, dat vind ik verschrikkelijk. Nee, die hadden ze in dezelfde structuur moeten maken als de stenen. Dan viel die niet zo op. Ja. Dan zou ik, want die komt dan waar nou de wc is. Buiten komt hij dan aangebouwd. En dan een vieze grijze ding. Nee, ik vind het niet uitzien. Nee. Dat viel me gelijk op in de woning. Ik denk, dat hadden ze anders gekund. Ja, dat heb ik toen ook gezegd tegen dat die man. Maar die mogelijk bestond. Oké. Okay. Dus. Ja. Dat vind ik dus wel heel mooi dat ze het dus zo willen doen, omdat je die energierekening gaat naar nul toe. Ja. Dat ga je dan aan die woningbouw betalen, waardoor je eigenlijk niet op meer kosten komt te zitten. Zo willen ze het voor elkaar zien te krijgen. Dat vind ik wel heel mooi. Voor uw opgeknapte huis betaalt u niets extra. Wat u nu betaalt aan huur plus energie blijft gelijk. Wat is uw huis? De tweede. En wat vindt u ervan dat het zo aangepakt wordt? Ik vind het helemaal tof. Echt. Ik vind het fantastisch. Daarvoor een beetje voorbereidingen, maar ja, ze zijn nu, oorspronkelijk zijn ze aan de 9e dag bezig. Het gaat goed.
Ja. Ja, ze werken ook netjes. Daar mag ik, daar mag ik niks van zeggen. Ze werken best netjes. Jawel. Ja. En zijn jullie er blij mee? Jawel. Als het straks klaar is, dan ben je, het is nou een rommel en straks ben je er ook wel blij mee. Nou, ze hebben een grote hijskraanachtig iets gedaan. Hebben ze een soort grijper hebben ze op die muur geplaatst. Hebben ze met allemaal touw vastgemaakt, hebben ze die muur er gewoon afgetild eigenlijk. En dan weer een nieuwe opgezet. Ik zeg ja, ik zeg, het lijkt net een koophuis nu. Dat, het armzalig is er een beetje af. Het heeft een lekkere mooie luxe uitstraling. En dat vind ik zelf dan wel weer leuk natuurlijk, uiteraard. Toch helemaal niet meer. Nee, helemaal niet. Er was niks met de tochten. Nee, dat was is zo geïsoleerd. Echt goed geïsoleerd. Ja, want je merkt het. Vroeger als ik hier zat, s'avonds. Oh, dan heb ik altijd koude benen. Net hetzelfde, zegt de buurvrouw. Het was net of het onder de vloeren vandaan kwam. Maar dat is nou zo allemaal dichtgemaakt, dat kan niet meer. Ervaart u dat als fijn, als prettig? Ja. Ja, dat is een hele fijn. Absoluut, ja. Maar met energie, echt goed. Helemaal goed gegaan. Echt goed, ja. Ja, en... Beter dan vroeger? Beter dan vroeger, ja. Ja, het is beter dan vroeger. Ik ben van vroeger af gewend van altijd met gas te koken en dan opeens sta je voor dat ding. Dan moet je maar eens kijken hoe het gaat. En in de eerste paar dagen was het moeilijk, want dat gaat heel snel heet worden, hè? En het koelt ook weer snel af. Dus je moet die verhouding eigenlijk vinden. Maar nou gaat het. Ben ik er toch wel een beetje aan gewend. Maar ik vind het toch niet zo fijn als gaskoken. Nee, dat is. Ik was gewend, want ik had dan nu een gasstel. Nou, ik vond het vreselijk. Ik kookte al 12 jaar op inductie, dus ik vind het heerlijk. Ik vind het fijn. We zijn blij dat het klaar is. Blij dat we klaar zijn. Ja. Want eerlijk gezegd, als ik er nog één keer aan had moeten beginnen. Nee. Ik heb er veel nog op moeten geven. Ja. En als hij tijdens de verbouwing het huis geplaatst zou worden, zou hij het dan wel doen? Dan wel. Absoluut. Dan zou ik zeggen, ja mensen, begin eraan. Nou, het is toch net wel net wat mijn buurvrouw zei. Je bent inderdaad van de tocht af. Wat je dan verder nog merkt is eigenlijk niet zo gek veel. Want je kookt natuurlijk normaal, je doucht normaal. Alleen koken is dan wel gewennen omdat het op inductie overgegaan is en het geen gas meer is. Mijn eten wil net zoals 20, 30 jaar geleden nog wel eens aanbranden. Ja, is het een grote overgang? Is het, Voor mij, ik vond het wel een grote overgang. Kunt u eraan wennen, denkt u? Jawel hoor, jawel. Ik begin het al een beetje onder de knie te krijgen, dus... Eigenlijk het klimaat. Ja. Dat vind ik eigenlijk het fijnste ervan. Ik merk dat. Ik heb heel erg last van bronchitis. En normaal gesproken, om deze tijd, dan was het bij mij al raak. Niks. Dat is net of het heel zuiver is. Ja. Maar dat vind ik dus met vergeleken met het verleden wel prettig. Dat je, het is net of je een betere service hebt. Al zou ik aan jullie allemaal vragen. Zouden ze morgen mogen beginnen? Ja hoor. Ja. Maar wel.